En super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Want het is eindelijk weer vakantie. Eindelijk gewoon eventjes geen huiswerk maken. Eventjes helemaal niks doen. Maar misschien is dat juist wel het probleem. Want stel je voor dat je nou echt niet weet wat je moet doen. En je verveelt je helemaal te pletter in de vakantie. Heb ik hier een paar tips voor jou. Ik heb al een keer eerder zo'n video gemaakt. Alleen dat was in de zomervakantie. En ik dacht, stel je voor, je hebt die allemaal al gezien. En je wil gewoon wat andere tips. Ik heb hier een paar nieuwe. Dus veel kijkplezier. Het is natuurlijk bijna 2018 en misschien zijn er wel hele leuke dingen die je nog wil gaan doen in 2018. Dus mijn eerste tip is, maak een bucketlist. Nou, met allemaal leuke dingen die je dan wilt doen. Hoe leuk is het nou om die allemaal af te kunnen strepen volgend jaar? En natuurlijk hoeft het niet per se een bucketlist te zijn, maar het kan ook van dingen die je nog van je nieuwe voornemens. Je kan het proberen natuurlijk. Misschien doe jij wel cadeautjes met kerst. Ik weet niet hoe. Iedereen viert het natuurlijk anders. Maar stel je voor, ja, je doet loodjes of zo. Dan kan je natuurlijk cadeautjes gaan kopen voor diegene. En we gaan opschrijven en bedenken wat diegene zou willen. Dan de derde tip is haarstijlen uitproberen. Het is nu eindelijk vakantie en in de ochtend heb ik zelf tijd dat ik nooit zo goed weet van oké, wat doe ik met mijn haar? Nou, dan denk ik van, nou, ik laat het toch maar los. Omdat je dan natuurlijk helemaal geen tijd hebt om te bedenken van, ik ga iets leuks doen met mijn haar. Maar nu heb je die tijd wel. Dus je kan net zo goed, ja, dat gaan bedenken in de vakantie. En dan heb je weer leuke ideeën voor wat je in je haar kan doen naar school. Want hoe leuk is het nou om gewoon even leuke combinaties te maken en er dan een foto van te maken of gewoon te onthouden of zo. Ja, dan weet je van je eigen kledingcombinaties, ja, wat je naar school aan kan doen. Je kan je inspiratie bijvoorbeeld ook halen uit Pinterest of andere video's van YouTube. Noem maar op, dus probeer gewoon leuke combinaties te maken met jouw kleding. Is, ik weet niet of je Netflix hebt, maar heb je dat? Begin gewoon een nieuwe serie of ga lekker films kijken. Je hebt er nu toch de tijd voor, dus waarom niet? Ik bedoel, nu kan het eindelijk. Ik ben zelf best wel slecht in series kijken. Als ik er een begin, dan ben ik 2 jaar later nog niet klaar. Maar ik heb er gewoon bijna geen tijd voor. Maar in de vakantie heb je dat natuurlijk wel. Dus ga lekker leuke series kijken. Voor YouTube. Ja, stel je voor, het lijkt jou ook wel leuk om eens een keer video's te maken of dat je ook een kanaal wil starten. Ga filmpjes opzoeken op YouTube hoe anderen dat bijvoorbeeld doen en ga zelf ook een YouTube kanaal starten of ga vloggen of maak gewoon leuke filmpjes voor jezelf of voor je familie. Het kan natuurlijk allemaal. Je hebt er nu toch de tijd voor in de vakantie. Dus als je het dan toch een keer wil doen, waarom zou je het dan niet doen? Bijna kerst en ik denk dat je alle liedjes op de radio wel voorbij hebt horen komen inmiddels. Wil je nog een beetje in de kerststemming komen, kan je natuurlijk nog allemaal liedjes gaan luisteren als je daar nog zin in hebt.
Of je kan er eentje zelf gaan maken. Ja, gewoon voor jezelf, voor de lol. Mocht je echt heel erg vervelen en je bent in de kerststemming, is het altijd nog een tip om kerstliedjes te gaan schrijven. Buiten. En wat wil je dan doen? Ik vind het heel leuk om mijn kamer te decoreren. En het liefst nog in kerstsfeer met lampjes of zo. Ik heb hierachter ook een paar lampjes. Voor leuke ideeën kan je natuurlijk altijd op Pinterest of YouTube kijken voor allemaal inspiratie voor je kamer. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om even te doen. Ja, ik vind het zelf altijd heel leuk om mijn kamer te decoreren of anders te maken of te veranderen of op te ruimen. Want dan kom je altijd weer leuke dingen tegen en dat vind ik zelf heel erg leuk. Op de Netflix / YouTube terug te komen. Ja, ook dit is wel voor de hand liggend. Ik denk dat iedereen wel YouTube video's gaat kijken als je verveelt. Dus ja, dan zou ik gewoon YouTube video's gaan kijken als je verveelt. En dan kan je natuurlijk ook weer van andere YouTubers opzoeken. Tegen tips wat je doet als je verveelt. Hou je net als ik ook lekker van bakken en lekkere koekjes en eten? Ja, dan is het natuurlijk leuk om even te gaan bakken. Misschien dat je nog wel iets in huis hebt liggen. Misschien dat je even naar de winkels kan gaan. Het kan allemaal, maar in de winter vind ik het altijd heerlijk om te bakken. En als laatste alweer, ga gezellig naar de bioscoop. Kan bijvoorbeeld met vriendinnen of met je moeder gezellig. Of ja, gewoon kies een leuke film uit en ga naar de bioscoop. Misschien heb je nog ergens wel een bol liggen van de bioscoop of zo. Dus ga het gezellig doen. Er draaien genoeg leuke films. Dus ga zeker even kijken. En dan is dit dan weer het einde van deze video. Ik hoop natuurlijk dat jullie een hele leuke vakantie hebben. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe dus zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Doei!